naar buiten pasend voor Bonen. Controle van Ham. Dat was Bogaerts. Soudan. En dan Gašperšić in twee keer. De verdienste is voor Ronnie Gašperšić in deze fase. Hij verhindert hier de 0-1 stand. Vrije trap met Bijes. Klaases. Goed naar Goots. Geert Klaases. Goots is er door. Patrick Goots. En dan Geert de Vlieger. Voor het eerst een prikje van Genk. Genk heeft het hier bijzonder lastig met het spel van Beveren. Dat heel snel stoort. Maar dat was een grote opening voor Patrick Goots. Fieber snel naar Busutil. Klaases. Goed meegenomen. En dan een klein tikje van Wanu. Maar ze mogen doorgaan. Busutil. Leo van der Elst met een knal. Vuisten van de Vlieger. Weer een goede Genkse aanval. De tweede van de wedstrijd. We spelen 36 minuten. Vrij trap voor Racing Genk. Van op zo'n plek van waar de bal vrij snel voor de goal kan vallen. Fieber legt hem achteruit. Van der Elst, die heeft alles serieus uitgehaald. Nu weer. Naast de rechterpaal. 38 minuten gevoetbald. 19 minuut 2. De helft. Vrije trap Leo van der Elst naar Peter Fieber. En die gooit hem voor de pot. Goots. Zijn voorzet. Die bal valt. De Vlieger haalde hem van onder de lat. Gevaarlijke voorzet, zal ik het maar noemen, van Patrick Goots. Van over het veld voor het eerst. Die is net Colling komen vervangen. Nwanu. Tegenover zijn libero-opponent Katana. Nwanu met de bal voor Bonen. En die neemt hem vol met de linker en het is 0-1 voor SK Beveren. Beveren heeft een goed eerste half uur gespeeld en dan waren ze wat weg uit de wedstrijd. Maar nu wordt er gescoord door Jackie Bonen. Mooi doelpunt. 0-1 dus. Soudan. Bonen. Van Ham komt terug uit buitenspel. Bonen probeert er door te slalommen en dat lukt hem bijna helemaal. Daar is Van Ham nu goed meegenomen. Van over het veld. Schuin in de goal. 0-2. Het deksel op de neus. 31ste minuut, tweede helft. Hier komt het nog eens. Genk neemt bijzonder veel risico's. En dan kan Beveren er met Maurice Van Ham bijna doorwandelen. En uiteindelijk is het Van over het veld die schuin in de goal schiet. 0-2. Fieber. Verwimp. Bijes. Van Deurzen. Niet slecht. Goots dan. En die probeerde een schot.